Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar onze games. Vandaag ga ik vanuit de Sims 4 aan het werk. En Lily is bezig met haar liedje afmaken. En jullie hadden in de reacties allemaal achtergelaten van... Ja, je moet... De bladmuziek staat gewoon in de inventaris. En inderdaad, hier staan er drie. Dus die moet je gewoon vanuit de inventaris verder maken. Anders begint ze steeds opnieuw. Heel fijn dat jullie dat even hebben laten weten. Dus dat heb ik nu gedaan. Wieger is pannenkoek aan het bakken, maar die moet wel zo naar het werk. Dus ik weet niet of hij die af kan maken. Ik ga trouwens vandaag Wieger alleen naar het werk sturen. We gaan niet mee. Dit omdat ik met Lily iets met de winkel... Ik wil hem denk ik gaan verkopen. Want ik vind de winkel... Ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Alleen sturen. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk, de winkel, om dat te doen. Want het is... ja, je hebt een winkel en er komen mensen. Dat duurt soms echt super lang. En dan voor de rest... Is er eigenlijk niet zoveel te doen. Dus ik ga liever detective met Lily worden. Of zoiets in ieder geval. Jennifer moet wel echt even wakker worden. Want die moet natuurlijk ook gewoon zo naar school. Dus kun je alledaagse kleding aan. Jij ook even lekker pannenkoeken eten. Nou, Lily, stop maar even met die viool. Dan ga jij ook even pannenkoeken eten. Ik had trouwens het huishouden. Had ik in de galerij gezet. Ik zal het eventjes laten zien. De galerie, want er was er blijkbaar iets... Ik heb het echt super vaak opgeslagen. Maar er was blijkbaar iets dus heel raars. Ik had dit... Nou, ik heb dit huishouden nu in de community staan. Of wacht, dan moet ik hem eventjes opzoeken hoor. Even kijken. Hier staat hij. Nou, die hebben jullie gewoon gedownload. Alleen, het probleem is dat hij aangeeft dat ik hier nog aan het werk voor heb gebruikt. Dus dat ik de kleren heb gebruikt die alleen bij aan het werk beschikbaar zijn. Maar dat is niet zo. Dus het is een soort van gebukt of zo. Ik weet niet precies, want hier staat het aan het werk. Als je dan op detail bekijkt drukt, dan zie je wat voor dingen je hebt gebruikt uit het pakket. En ik heb helemaal niks gebruikt. Maar het staat er wel. En daardoor kunnen mensen die aan het werk niet hebben, die kunnen dit niet downloaden. Terwijl ik niks uit aan het werk heb gebruikt. Dus dat is heel raar. Ik denk dat het een beetje gebukt is. En ik denk dat dat komt door die winkel. Want er stonden eerst wel kleren... Dan had ik gewoon allemaal kleren aan die niet van de uitbreidingspakket waren. Maar er stonden hier kleren die ik in de winkel had gebruikt. Dus ik denk dat de bug door de winkel komt. Ik weet het niet, maar ik ga nu toch de winkel verkopen omdat ik het niet meer leuk vind. Dus misschien helpt het, misschien helpt het ook helemaal niet. Maar ja, anders dan, hoe heet het? Dan kan ik helaas niet het voor iedereen beschikbaar maken. Want ik kan er niks aan doen, want met andere Sims waarbij ik... geen kleren gebruik van het uitbreidingspakket. Die kunnen wel gewoon in de galerie. En die kunnen wel gewoon voor iedereen gedownload worden. Dus ik snap het echt niet waarom het gebeurt. Maar het gebeurt. Dus het is heel jammer. Maar ik ga het proberen nog te fixen. Maar als ik er niks aan kan doen. Ja, dan kan ik er niks aan doen. Wieger die gaat vandaag gewoon normaal werken. Joh. Die gaat helemaal... zoekt het allemaal even uit. Jennifer gaat zo naar haar eerste schooldag. Dus dat is super spannend voor haar. Oh, daar gaat ze nu heen. Oh ja, dan gaat ze nu weer naar de basisschool. Nou, doei Jennifer. De balu. De balu. Oké. Lily, ik ga... Ja, nou, ik heb het al vaak genoeg gezegd. Ik ga vandaag met haar die winkel fixen. Dat we die kunnen verkopen. Nou, ik weet niet of we die kunnen verkopen. Maar ik hoop dat we dat kunnen verkopen. Neem aan van wel. Je moet ook wel van die winkel af kunnen, neem ik aan. Dit gaan we even opbergen. En dit gaan we wel gewoon opruimen. Want die zijn toch al half op die pannenkoeken. Zo, ik moet trouwens nog steeds haar kleding aanpassen. Haar blouse even weghalen, maar dat heb ik nog geen, heb ik nog niet gedaan. Ik zag pas, dat zag ik eigenlijk net, dat je een selfie kon maken. Hier, selfie nemen. Ik zag het net, dat is nieuw. Oh, nou, kijk nou wat cute. Dus ik kijk wel heel erg eng eigenlijk. Kan je dan ook wat dingen aanpassen of zo? Oh ja. Oriëntatie wisselen. Oh joh, kijk nou. En flits uitzetten. Flits. Oké, de flits staat nu uit. Wat is dit? Kleine foto. Naar links draaien. Oh, kijk hier. Je kan helemaal alles aanpassen. Dit is echt super leuk. Je kan gewoon een selfie maken. Oh. En wat is dan dit? Inzoomen of zo? Oh nee, dan kan je draaien. Aha, dan kan je de belichting wat mooier laten maken. Ik vind dit wel een mooie belichting. Dus we gaan het zo doen. En dan zo. Al kijk ze wel een beetje eng. Maar we gaan hier gewoon een selfie maken. Oh, heb ik er nu twee gemaakt? Fotografievaardigheid geleerd. Ziek hoor. Even kijken. Zat het nou hier? Oh ja, kijk. Oh ja, we kunnen nog een filter erop doen. Filter instellen. Oh, dat kunnen we nog niet doen, denk ik. Omdat we nog niet genoeg vaardigheid hebben. Kunnen we de selfie ook ophangen? Oh ja.
Waarom staat er een kabouter op? Waarom staat hier een kabouter op? Hier staat hij niet, maar hier staat hij wel. Oké, nou we hebben een selfie aan de muur hangen. Helemaal leuk, ik vind het helemaal leuk. We gaan wel even ergens anders hangen trouwens, niet daar zo. Nou, eigenlijk is het wel misschien een leuke plek. Dan kunnen we daar allemaal selfies hangen. Is dat leuk om te doen? Ja, dat is wel leuk toch, om hier een soort fotomuur dingetje van te maken. Oh, we kunnen hem niet soepel plaatsen. Oh, nou ja, oké, dan plaats ik hem gewoon hier, joh. Lijst toevoegen. Ja, dat gaan we ook even doen. Nou, ik vind het helemaal leuk. Je kan nog een kopie maken, foto verkopen. Filter instellen. Nou, dat kan dus niet. Filters van foto's van slechte kwaliteit kunnen niet veranderen. Oké. Interessant. Nou, we moeten dus de fotografievaardigheid leren. Ik weet niet precies hoe we die helemaal kunnen leren. En dan kunnen we denk ik steeds betere foto's maken. En worden ze ook mooier en zo. Kijk wat erbij staat. Van de telefoon naar geavanceerde camera. Sims die blablabla. Oké. Oh, wat stond er nou? Hun apparatuur te verbeteren. Met de instellingen voor hun foto's exporteren. En in een flits fotostudio te gebruiken. Er is dus ook een fotostudio hier ergens. Ik weet niet waar. Maar die is er wel. Zullen we even trouwens een camera kopen? Dat is wel handig. Dan kunnen we een beetje leren fotograferen. Waarom is er geen muziek? Oh, daar is die. Oh ja, hier. Camera's. Kristalhelderen digitale camera. Maar we kunnen er nu geen één kopen. Oh, dat kan wel. Ik dacht dat erbij stond van je moet daar een vaardigheid hebben. Maar die kunnen we wel kopen. Nou, zullen we eerst maar deze kopen. Dit is wel goed, maar niet de allerduurste. Lijkt me wel een goed beginnetje. Zo, die gaan we even hier neerzetten. Zo, en dan kan Lily daar lekker een beetje mee oefenen. In inventaris plaatsen. We kunnen even een foto van Nick maken. Misschien wilt hij dat wel. Zat dat er dan bij of zo? Oh nee, het zat er niet bij. Even kijken. Foto maken. We gaan een foto maken. Oh ja, kijk. Waar zullen we een foto van maken? Van de tv? Ik weet het niet waarom. Van de plantjes. Van deze plant. Lekker een hipster foto. Zo. Oké, we hebben een foto gemaakt van de plant. Nu voel ik me hipster. Is die goed gelukt? Vast wel. Oké, maar we moeten eigenlijk even mooie plaatjes maken. En dan kunnen we die echt ophangen. Zo, dat is wel leuk. Foto maken van Nick Wilson. Nou jongens, we gaan een foto maken van Nick. Hij staat hier nu toch voor de deur. Dus dan kan hij gelijk even een model spelen. Oh my god, daar staat de deur ervoor. Natuurlijk. Ja, nu moeten we het even opnieuw doen. Oké, foto maken van Nick. Even opnieuw hoor, want de deur stond ervoor. Dat kan natuurlijk echt niet. Oh ja, kijk nou, is helemaal aan het poseren, joh. Wat een cutie. Kijk of het zo... Oh ja, zo is het beter. Mooi in het midden. Oh. Hupsakee, we hebben een foto gemaakt van Nick. Nou, ik vind het helemaal leuk. Wat een cutie. Kunnen we die dan ook aan hem geven of zo? Of kan dat niet? Nee, dat zal wel niet kunnen. Aan herinneringen toevoegen. Van Lily. Lily heeft een foto aan herinneringen toegevoegd. Foto's onder herinneringen, foto's vinden. Oké, het zal allemaal wel. Ja, ik moet het allemaal nog een beetje doorkrijgen. We kunnen ook een selfie, denk ik, met hem maken. Ah, wat leuk! Dit vind ik nou echt leuk. Volgens mij staat het raam ervoor of zo. Ja, de deur staat ervoor. Nou ja, in ieder geval, we gaan een selfie samen maken. Oh, dit vind ik wel heel leuk zo, dat je dit kan doen. Ik heb het nog helemaal niet gezien, maar dat kan je dus blijkbaar doen. Superleuk, super cute. En die ga ik ook lekker daarop hangen. Even kijken hoor, waar is die? Zat die er nou niet tussen? Oh, misschien zat die hier tussen. Of in het... Hè? Oh nee, dit zijn twee selfies. Dus even kijken hoor. Hier staat er nog één. Oh ja, hier. Ah nee, er zat er iets voor. Nou, nu is de foto mislukt. Oké, nou dan gaat hij weer weg. En we gaan wel ook de foto van Nick hier ophangen. Een lijst toevoegen. Ik weet niet waarom, maar dat is blij. Dat is leuk om te doen of zo. Oké, wat we even gaan doen. We gaan naar de winkel toe. Hoe gaan we daar eigenlijk heen? Ik heb geen idee hoe je daarheen gaat. Ik denk gewoon met reizen of zo. Maar we gaan eventjes kijken. En ik wil echt van die winkel af. Want ik vind het niet zo leuk. En sorry voor degenen die het wel leuk vinden. Maar ik vind het gewoon niet zo leuk. En ja, ik moet het natuurlijk ook leuk vinden. Want anders is het ook niet leuk voor jullie om te kijken als ik het niet leuk vind. Zo. Oké, gaan we naar werelden. Magnolia Promenade.
Misschien kunnen we wel een keer een bakker kopen, maar ik weet niet of ik dat ga doen. Samen reizen? Nee, we hoeven helemaal niet samen te reizen. We gaan er gewoon even heen en kijken of we het kunnen verkopen. En anders dan weet ik het ook niet meer. Nou, we zijn bij onze winkel en ik heb geen idee of... Oh ja, hier, winkel verkopen. Nou, dat was nogal simpel. Ik heb het gelijk gevonden. Ik vind het niet zo leuk, sorry. Maar helaas. Oh, ze is er heel gelukkig van. Nou, na bevestiging zal je bedrijfskapitaal en de waarde van de kavel juist worden gestopt. Oké. Okay. Nou, we krijgen hier heel veel geld van. Maar dat geld dat gaan we natuurlijk wel weer eventjes wegdoen. Omdat geld hebben we niet echt eerlijk verdiend. Dat heb ik natuurlijk gecheat om die winkel te kopen. Maar dat ga ik gewoon weer wegdoen. Ik vraag me af of je als, zeg maar, ook als klant naar een winkel kan gaan. Dus dat we hierheen kunnen gaan of zo. Polops Imperium, bla bla. We gaan even naar de markt. Oh, daar kunnen we niet heen. Oh, dat is wel jammer dat je daar niet als klant of zo heen kan. Nou ja, oké, dan kunnen we verder hier niks doen. Even kijken. We gaan naar Willow Creek. Weer naar huis. En ik ga denk ik beginnen dan met de detective carrière voor Lily. Klik om Sim mee te spelen. Ja, met Lily. Oh. Nou, blijkbaar is ze daar nog. Ik dacht dat ze mee naar huis ging. Maar blijkbaar staat ze nog bij die winkel. Nou, omdat ik nog op die kavel was van de kleding, kon ik nu ook naar de marktkraam. Dus we zijn daar nu toch wel. Dus we kunnen wel eventjes hier kijken. Nou, dit is de markt. Het is een, ja, ik vind het eigenlijk niet zo bijzonder. Ik vind het eigenlijk een beetje saai. Ik had er wel iets meer van verwacht. Maar dit is dus de markt. En wat je hier kan doen, je kan deze meubels en zo die er staan, kan je kopen. Zitten we nou ruzie te maken met iemand? Nou, dat vind ik echt belachelijk dat we dat doen. Maar in ieder geval, dit is de markt. En we hebben nog het imperium. Ik heb geen idee wat een imperium is. Maar we gaan daar ook eventjes kijken. Nou, dit is het imperium. En ik denk dat dit een soort van iets is waar je souvenir dingetjes kan kopen. Of ja, dingetjes. Gewoon leuke decoraties voor in de woonkamer bijvoorbeeld. Ik vind het wel leuk op zich. Wel leuk gedaan. En dit is echt een super mooie gitaar. Maar die kan je denk ik ook gewoon kopen in de bouwmodus. Maar alsnog. Het is wel leuk dat het hier zo is. Ik ga denk ik niks kopen. Of het is wel leuk om iets te kopen. Misschien kunnen we dit kopen voor Jennifer. Zullen we dat doen? We gaan dat doen, jongens. We gaan eventjes iets kopen. Oh. Oh, nou we nemen het gelijk mee. Oké, nu is hij uitverkocht. Nou, we hebben iets gekocht. Vond ik leuk om even te doen. We gaan hier gelijk even naar de wc trouwens. Hebben we dat ook gedaan. En dan gaan we nu wel echt naar huis. Oh, er komen hier ineens superveel mensen. Super gezellig. Oh, dit is een vriendin van ons. Dat zeg ik elke keer als we haar zien, maar het is ook zo. We gaan even vragen hoe haar dag was. Oh, we staan gezellig. Meeting in de wc, jongens. Ik herhaal meeting in de wc. Nieuwste games bespreken. Ik weet niet waarom, maar ja. Oh, ze voelt zich gespannen. Nee, dat willen we niet hebben. Dan gaan we er even op fleuren. Nee, jongens, we hebben echt een meeting in de wc. Er zit ook een man in de wc. Gezellig, hoor. Kijk, wie is dit? We gaan eventjes met haar interesses bespreken. Hoe heet ze nou? Hester Smit. Gezellig, hoor. Diepgaand gesprek. Nou, daar staan we dan met onze meeting in de wc. Zo, het is hier wel super druk ineens. Gezellig, hoor. Wie is trouwens de eigenaar hiervan? Is dat zij? Maar dit is een klant. Werknemer. Klant. Werknemer. Klant. 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 Oh, dit is dus blijkbaar geen eigenaar, maar alleen maar werknemers. Oh, dit is ook een werknemer die denkt, YOLO, ik ga even lekker schaken. Ik ben helemaal klaar mee. Nee, maar nou, we hebben een heel leuk gesprek hier, maar we gaan hier wel even weg. Want we gaan niet heel de dag door een meeting op de wc houden. Dus we gaan eventjes naar huis. En dan gaan we... Oh, Pieter is weer thuis. En dan gaan we eventjes detective worden. We kunnen er nu niet meer gelijk mee beginnen, maar wel de volgende dag, denk ik. Dus de volgende aflevering. Maar dan hebben we het in ieder geval gedaan. Oh, en Jennifer komt ook uit school. Oké. Blablabla. Nou, we gaan gewoon naar huis. Nou, we zijn weer thuis. En het eerste wat ik wil doen is eventjes een foto maken van Jennifer. Want het is natuurlijk altijd leuk om een foto te maken van je kind. Dat is altijd een leuke herinnering. En van je kind moet je veel foto's maken. Zo, er staat er lekker fabulous bij, hoor. Nou, dan gaan we even medium foto. Klein. We gaan even een medium foto maken. Ik weet niet waarom. En dan gaan we zo een foto van haar maken. Zat er wel heel mooi op. En even een zonneflits. Zo, we hebben twee gemaakt. Dus als er nu eentje fout is, dan hebben we altijd nog de andere.
We kunnen ook een foto maken met haar natuurlijk. Dat gaan we ook. Oh, dat kan niet. Is ze daar te klein voor of zo? Ik heb geen idee. Maar we gaan wel een foto maken met Wieger. Ook leuk. Maar ze moeten wel even zoenen hoor. Ik weet niet of ze gaan zoenen. Oh nee, ze zoenen niet. Ah, moet je nou kijken wat een leuk stel. Ah, ik vind het echt leuk. Ik geniet helemaal van het foto's maken, joh. Medium. Upsakee, eentje zonder flits. Zo. Nou, ik vind het helemaal leuk, jongens. Ik geniet er helemaal van. We gaan eventjes, weet niet, omhelzen. Want de cuties zijn het toch. Oké, we gaan even de foto's ophangen, hoor. Hoe open je dit in godsnaam? Ik snap er helemaal niks van soms. Oh, zo. Even kijken. Kwaliteit normaal. Oh, de kwaliteit is allebei... Oh, die is veel groter. Oh, omdat het een medium foto is, natuurlijk. Aha, ik snap het. Nou, dan gaan we die hier niet bij hangen, want dat past niet echt in het plaatje. Maar we kunnen wel die foto ophangen in de kamer van Jennifer of zo. Of in onze eigen kamer. We doen het wel in onze eigen kamer. Ik weet niet of het leuk is om in je eigen kamer een foto van jezelf te hangen. Of nou ja, het is wel leuk, maar dan wel met iemand samen of zo. Tenminste, dat vind ik dan. Zo, nou, we hebben een foto van Jennifer in de kamer van Lily en Wieger. En die foto van Lily en Wieger samen, die gaan we eventjes... oh, hier zit weer een vinger voor, zie je dat? Zo, we gaan die eventjes ergens ophangen ook. Maar waar? Zullen we hem hier hangen? Ik vind dit wel een leuk plekje. Zo. Lijst toevoegen. Helemaal leuk. Hartstikke cute. Ook al kunnen we ze nu... Oh ja, je ziet ze nog wel. Maar volgens mij als je het nu een paar keer doet, zie je ze niet meer. Ofwel, nou ja, ik heb geen idee. Maar we gaan het nu echt eventjes doen. Ik zit er heel de tijd al andere dingen weer te doen. We gaan detective worden met Lily Wieger. Lily Wieger? Dat klopt niet. Lily van Bommel. Nee, zo heet ze ook niet. Ze heet gewoon nog eens Lily Wilson. Ik weet niet wat ik allemaal zit te zeggen. Maar maakt niet uit. Ze gaat eventjes de baan zoeken. Hopelijk is de baan nog beschikbaar. Ik denk het wel. Want waarom zou die niet meer beschikbaar zijn? Rechercheur. Oh nee, dat kan ook. Dat is detective. Alleen het heet nu rechercheur. Dus dat... dat gaan we worden. Zo. Aan de carrière rechercheur begonnen. Nou, ik vind het helemaal leuk. Nou, neem actief aan de werkdag. Nou, we gaan dan wel een keer actief deelnemen aan de werkdag. Dan gaat Lily nu weer eventjes verder aan haar bladmuziek. Zo, aan de eerste. En wat gaat zij doen? Een portie pakken. Gaat ze nou gewoon aan het avondeten? Is ze helemaal betoeterd? Nou, dat mag ze eigenlijk wel doen. Even kijken, gaat hij ook maar aan het avondeten? Vistaco's. We hebben nog superveel vistaco's over, dus die moeten we natuurlijk wel eventjes opmaken. Nou, zitten we gezellig hoor. TV te kijken terwijl we aan het eten zijn. Ik vind het hartstikke gezellig. Samen aan de vistaco's. Oh, ze is alweer klaar, joh. Ik krijg nou de ballen. We kijken. Ja, mooie bloemen, hè? Die zijn van de trouwerij. Oké, maar Jennifer moet even haar huiswerk maken, want dat moet ook gebeuren natuurlijk, nu ze... een kind is. Kijk, ik hoor niks staat trouwens weer voor de deur. Die jongen staat altijd voor de deur. Oh, nu gaat ze ermee stoppen. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Dus oké, je moet doorgaan ermee. Zo. Ik wil trouwens even bij Nick langs, want... Lily wordt op werk verwacht voor de volgende dienst na... Oh, oké. Ze heeft geen familieverlof meer. Nou, ik vind het helemaal prima. Ik wil denk ik eventjes langs Nick toe. Want Nick, zijn vriendin, is zwanger in Sims. Dus daar wil ik eventjes langs gaan. Dus dat gaan we even doen met Lily. Dan gaan we even kijken en even kennis maken met haar. Want we kennen haar volgens mij ook nog helemaal niet. Zo, en dan gaan we heen alleen. Want anders laten we Jennifer alleen thuis. En dat is niet zo aardig om te doen. Dus we gaan eventjes langs bij Nick. Eventjes kennismaken met zijn vriendin Hester. En volgens mij is zij ook zwanger. Of nou, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dan gaan we even naar kijken. En misschien worden we wel beste vrienden of zo. Nou, we zijn bij Nick thuis. Ik ga even kijken waar Hester is. Volgens mij is ze niet thuis of zo. Of ligt ze al op bed? Oh nee, hier is ze. Oh ja hoor, zij is zwanger. Zij is hartstikke zwanger. Zo hé, die heeft een dikke buik. Vrolijke kennismaking. Nou, we gaan even kennis met haar maken. Nou, leuk hoor, want dan krijgen Nick en Hester, die krijgen samen ook een kindje. En dan, wordt Lily dan ook tante? Ja, dan wordt ze tante. Hartstikke leuk. Even kijken, diepgaand gesprek.
naar uitgerekende datum voor baby vragen. Hester is vrolijk. Nou, dat is altijd mooi als iemand vrolijk is. Kijk, een vraag hoe het dag was. Ziek hoor. Nou, we krijgen niet eens te weten hoe lang ze nog zwanger is. Belachelijk. Kijk, we gaan even vragen of we de baby mogen voelen. Zou vast wel mogen, toch? Ah, oh, wat leuk. Wat leuk. Oké, een diepgaand gesprek. Misschien worden Hester en Lily wel beste vrienden. We gaan even de beste violist bespreken. En we gaan leren kennen. En we gaan interesses bespreken. We gaan van alles nog wat doen. Hester is creatief. En ze is actief. Nou, ze is wel alles tegelijk, zeg. Nee, hartstikke leuk. Even kijken. En we gaan ook eventjes een grappig verhaal vertellen. Ik weet niet waarom. Maar we gaan even doen. Opfleuren. Roddelen. Bewondering uitdrukken. Wat zijn we lief eigenlijk. We doen echt super aardig tegen haar. Liefde. Nee, we gaan niet, iets liefdes doen. Dat kunnen we niet maken. Vriendelijk. Oh, wacht. We kunnen naar haar carrière vragen. Vriendelijk. Omhelzen. Zo, dan vind ik het wel weer genoeg. Dan heb ik alweer genoeg aardig gedaan tegen Hester. En dan vind ik het allemaal prima. Hester is werkloos. Oh! Ja, dat kan natuurlijk ook nog gewoon. En volgens mij zijn ze al vrienden hoor. Zijn ze al vrienden? Kunnen we dat zien? Oh ja, hier. Ja, ze zijn al vrienden. Nou, ik vind het helemaal leuk. Dan gaan we nu weer naar huis. Ik vind het weer genoeg geweest. Vriendelijk. De ballen. Afscheid. De ballen, Hester. Leuk die even gezien te hebben. Nick is nog niet thuis blijkbaar. Maar die komt vast snel genoeg ook thuis. Wij gaan weer naar huis. Het was een heel kort bezoekje. Maar ja, we hebben het in ieder geval eventjes gedaan. En we hebben eventjes kennis met haar gemaakt. En nu kennen we tenminste ook de vriendin van Nick. Het is wel leuk om ook de vriendin van je eigen broer te kennen. Nou, Lily gaat ook eventjes nog avond eten. En Jennifer zit tv te kijken. Heeft ze eigenlijk haar huiswerk af? Oh, dat ligt hier. Nee, ze heeft nog niet eens haar huiswerk af. Nou, dat moet je wel even afmaken. Jennifer, want anders dan ga je dat niet goed doen op school. En je moet het natuurlijk wel goed doen op school. Want dat is heel belangrijk. Waarom lig je weer al op bed? Kom eens uit je bed, joh. Luie flikker. We gaan niet nu al slapen. Ga maar even oefening. Een paar drankjes doen. Eventjes drankjes mixen voor de lol. Even kijken. Lily is wel al moe. Oh my god. Alles valt hier, joh. Goedemorgen. Nou, Lily mag van mij wel gaan slapen. Want die moet morgen naar haar eerste werkdag. En dat is natuurlijk hartstikke spannend. Hoe laat moet ze daarheen? Om 8 uur 's ochtends. Nou, dat valt wel mee. Volgens mij moet Rieger nog vroeger. Ja, die moet om 7 uur 's ochtends al beginnen. Dus eigenlijk mag hij van mij wel gaan slapen, want hij moet heel vroeg al op. Zo, en als Jennifer eventjes haar huiswerk afmaakt, dan kan zij ook naar bed gaan. Oh ja, de huiswerk is nu af. Oké, dan gaat ze ook slapen. Nou, iedereen heeft weer zijn dag gehad. Iedereen is weer lekker actief geweest en van alles gedaan. We hebben heel veel gereisd vandaag, volgens mij. Naar van alles en nog wat. Maar het was weer gezellig. Dus jongens, dit was de aflevering van vandaag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!